Hi, welkom. Leuk dat je kijkt naar deze demonstratievideo van slowjuice.nl. Normaal gesproken hebben we hier één keer in de zoveel tijd demonstratiedagen. Hele succesvolle demonstratiedagen, maar helaas. Corona, maatregelen, kan niet bij elkaar komen. Doen we toch op deze manier. Want we willen nog steeds jullie blijven voorzien van informatie. Goede informatie, waarbij je een mooie keuze kunt maken voor een goede slow juicer. In deze video de TriBest Slow Star. De TriBest Slow Star is een verticale machine met een paar hele leuke, interessante gadgets, om het maar even zo te zeggen. En die ga ik jullie laten zien. Zo komt hij bij jullie thuis. En wat zit er allemaal in de doos? Machine meteen mooi in het midden. En ook wel interessant, dat staat op de verpakking. Deze motor levert zo'n 9 pk aan kracht aan de juicer. Wie wil het allemaal weten? Ik vind het altijd wel leuk om te vertellen. Natuurlijk twee sapkannen. Bijzonder dat ik dit uitpak. Dit is een gedeelte. Ik kan er straks los op om te mengen. Wat we hiermee kunnen doen, laat ik straks zien. De aanzetter om straks om de groente wat door te drukken. Eigenlijk al helemaal klaar. Deksel, saphuis, perser, vijzel haal ik straks nog even uit elkaar. En, heel erg leuk, een zeef. Wat daarmee te doen, laat ik zo meteen ook zien. En het laatste, niet meest onbelangrijke, handleiding. Alles handig om even door te bladeren, want je loopt het risico dat er iets heel nuttigs in staat. En natuurlijk een borstel om schoon te maken. Helemaal uitgepakt. Hoe nu in elkaar te zetten. We beginnen met de zeef. Metaal, kleine gaatjes. Hier gebeurt het. Die zet je in dit gedeelte. Tot die een soort van klik zegt. Of niet hard te drukken. Gaat dan in het pershuis. En het leuke van dit apparaat vind ik dat ze een white dot systeem hebben. Ofwel, met een hele simpele aanwijzing kun je zien of je het apparaat op de juiste wijze in elkaar zet. Namelijk, als de witte stippen tegenover elkaar staan, klikt die vast. Het perswiel erin. En het gaat met zoveel gemak. Dan, deze machine werkt namelijk net even iets anders. Eerst hij erop, waarbij er hier aan de achterzijde een kleine vergrendeling gaat plaatsvinden. Klik. Dan pas kan het deksel erop, die ook weer rode stip, witte stip op elkaar en klik en dan zit hij vast. Wat is hier nu het fijne aan bij deze machine? Het zit ook vast. Je kunt ook niet per ongeluk de kan er afstoten, oppakken, meenemen. Allemaal veiligheid. Dus als ik de kan eraf wil halen, dan zal ik eerst de deksel eraf moeten halen.
tandpas. Kan het bovenstuk eraf. En anders kan het niet. Vergrendeld, extra beveiliging. Deze zit hierin. Kan eronder 1 voor pulp en 1 voor het sap. Klaar voor gebruik. Wil ik de sap die eruit komt extra zeven, dan kan ik deze gebruiken door daar bovenop te leggen. En dan kan ik ook meteen zien hoeveel pulp er in de sap zit, achterblijft of wat ik eruit haal. Altijd een fijn gadget. Klaar voor gebruik? We gaan beginnen. Slowstar van Tribest, een verticale juicer. Prima geschikt voor het juicen van bijvoorbeeld bleekselderij, komkommer, appel. Daar gaan we nu ook gewoon een sap van maken. Om even te laten zien, bediening aan de achterzijde. Dan zal ik dit even naar jullie toe draaien. Aan, machine draait. Uit, reverse, ofwel terugdraaien. Stel, er zit iets in wat ik aan de buitenkant zie wat niet helemaal meegaat, of dat gaat de ene kant niet op, dan kan ik altijd nog de andere kant op laten draaien, zodat het stuk groente of fruit mee wordt genomen een andere kant op. Kantelt dan wellicht om hem dan weer aan te zetten, zodat dat wel wordt meegenomen in de draai. Daar is de reverse knop voor. Zo. 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 Wat ga ik nu doen? Ik pak bleekselderij. Bleekselderij in een verticale juicer gaat heel erg makkelijk. Namelijk zo naar beneden. Hij neemt hem zelf mee en doet dan zelf alles breken, snijden, kneuzen enzovoort. Maar omdat een stuk bleekselderij hele lange vezels heeft, leert de ervaring dat in kleinere stukken snijden best wel handig is. Dus dat ga ik nu ook doen. Bleekselderij 's morgens, goede sap, mooie starter van de ochtend. Er zitten wat zouten in die erg goed voor ons zijn. Een stuk komkommer voor het vocht, ook lekker en goed. En ook die snij ik voor appel om te zoeten, misschien wel op smaak te brengen. Want niet iedereen is gecharmeerd van de smaak van bleekselderij om hem zo puur op te drinken. En dat maakt het drinken van een slow juice, of het maken van een slow juice in dit geval, zo fijn, zo mooi. Want met een paar simpele bewegingen, met een paar simpele stukken fruit als appel en limoen, maak je een drankje met bleekselderij echt helemaal op smaak. De een vindt hem puur helemaal lekker. En de ander zegt van, mag er wat bij? Mag ik er wat extra smaak aan hebben? Dan wordt hij wat aantrekkelijker voor mij. En dat is toch wel belangrijk, hebben we gemerkt met slow juice. Dat je het drankje, dat je het sap, dat je de juice helemaal op smaak maakt. Helemaal persoonlijk voor jou maakt. Zodat je dat ook blijft drinken. Ik schil een klein stukje limoen. En nogmaals, lekker voor de smaak. Appel in parten om het klokhuis eruit te halen. Een appel namelijk, aan de buitenkant ziet hij er mooi uit. En het blijkt dat in één keer bij het klokhuis de schimmel gaat beginnen. En die heb ik er nu alvast uitgehaald, zodat mijn lijf de energie die hij krijgt van de appel niet hoeft te gebruiken om dan de schimmel te bestrijden. Want ik wil namelijk de energie van die appel meteen in mijn lijf hebben en niet in het bestrijden van de schimmel zelf.
Dus wat heb ik hier nu? Een paar stukken komkommer, een paar stukken selderij, een stuk limoen voor de smaak, appel voor de smaak. Dit gaan we juicen. Ik zet de machine aan. Je ziet dat de machine zelf, die haalt alles naar binnen toe. Aan deze kant zie je dat de pulpproductie mooi op gang is gekomen. Mooi droog. Wat kun je hier nog mee doen? Eigenlijk heel weinig. Een creatief mens zou hier een mooie groenteburger van kunnen maken. Je zou hier wormencompost van kunnen maken. Je zou er wat bevroren etjes of mais in kunnen doen, paneermeel, basis van een groenteburger of gewoon, en dat doe ik graag, weg de composthoop in het voorjaar vinden de wormen het, in de groentetuin het geweldig. Een sapje gemaakt, mooie hoeveelheid. Ik ga hem opendraaien en dan blijft zelfs nog wat pulp hier achter op de bijgeleverde zeef. Mooi van deze bijgeleverde zeef om daar ook meteen alle extra pulp uit de drank te houden. Waarom is dat? Is pulp dan niet om te drinken of zo? Jawel hoor, best wel. Maar hoe puurder het sap, hoe zuiverder het sap is, des te meer is het onmiddellijk opneembaar voor het lijf. Dus dit komt in mijn lichaam, 's morgens vroeg bij wijze van spreken, dan kan dat bijna direct door de maag richting de darmen en kan het in het bloed worden opgenomen. Heb ik er heel veel pulp in, dan gaat het spijsverteringssysteem aan de gang en gaat dat met maagsappen verteren. En dat zou jammer zijn, want juist het pure sap is ideaal om rechtstreeks in het lichaam opgenomen te worden. Mooie kleur, groentesap. Klaar met juicen, gaan we hem schoonmaken. Anders dan wellicht andere verticale juicers zit deze vast, zoals ik in het begin heb verteld. Dus hier eerst deksel los. Draaien, uit de vergrendeling halen en dan kun je hem in zijn geheel meenemen. Gaan jullie mee? Schoonmaken van de slow juicer. Niet in de afwasmachine, nergens voor nodig. Het is plastic, dat is één ding. Dat gaat dan op een gegeven moment helemaal dof worden, het gaat beschadigen. Maar nog veel meer. Je bent alleen maar met groente en fruit bezig. Geen dierlijke eiwitten die weg hoeven, die geneutraliseerd moeten worden. Het is domweg. Waterkraan open, afspoelen en weg. Warm water, dat is wel fijn. Noodzakelijk, niet echt. Maar mijn vingers varen daar wel bij. Nog even kijken naar de pulp bijvoorbeeld. Best droog. Best mooi. Een creatief mens zou hier wellicht een groenteburger van kunnen maken met wat bevroren erwten en wat
misschien wat mais er doorheen, misschien wat paneermeel en maak daar een prachtige burger van. Persoonlijk, ik doe dat in de wormenbak, composthoop. En dan van de zomer, van de lente, heb je de wormen in de groentetuin daar weer een heleboel plezier van. Deksel, onderkant, domweg water erheen. En die is nu al klaar. Dit gedeelte heeft een aantal aandachtspunten die ik graag even toelicht. Wormwiel, zoals je ziet, hier, daar zit wat groente in. Ingeperst, logisch. Met de borstel kun je straks, mochten er groenteresten zijn waar je slecht met water bij komt of wat er niet uit wil, of kun je het er gewoon uithalen. Zie je, niet eens nodig. Dus dat is wat ik doe. Dat is wat ik altijd doe. Eerst spoelen. Ik zie wat er achter blijft. En dan maak ik dat vanzelf wel met een borstel schoon. Dit gedeelte bestaat uit tweeën. En dan zie je dat spoelen met deze zeef niet altijd werkt. Dus hier moet ik echt een borstel voor gaan gebruiken. Vat. Aan de onderkant, deze rode lip, kan eruit worden gehaald. En dan kun je hierbij, bij de pulpuitgang, alle pulp verwijderen. Die lip die zit erin om extra druk te genereren hier in het huis, zodat niet alle pulp direct weg kan. Want dat is het interessante natuurlijk, want hoe hoger de druk is, hoe meer moeite de machine moet doen om de pulp kwijt te raken. Des te hoger is de perskracht, grotere opbrengst, minder pulp in het drankje. Nog een aandachtspunt van dit vat is hier dit wieltje. Daar kunnen ook wat vezels onder blijven zitten. Kijk eventjes naar hier dit. Dit is alweer zo'n lekkere vezel van de bleekselderij die overal in gaat zitten. Dus kijk er even naar en dus ook aan deze kant. Als het weer helemaal droog is, deze weer terug. Mocht je bij gebruik van deze machine of een andersoortige machine waarbij dit systeem wordt gebruikt, merken dat er sap in de pulpstroom komt, dan heb je zomaar kans dat dit lipje niet goed aangedrukt is. Dit is er puur voor om ervoor te zorgen dat er alleen pulp door de pulpuitgang gaat en dat de sap door de sapuitstroom gaat. Hij is weer schoon. Doeken langs, doeken erheen en dit gedeelte. Mijn advies is aan de lucht laten drogen, zodat geen katoenvezels in de gaatjes komen die dan eventueel kunnen gaan ruiken. En dan is hij weer klaar voor een volgende persing.
Dit is een mincer. Dit wordt bij de Slow Start juicer geleverd. En to mince is in het Engels fijn hakken. Minced meat, ook wel gehakt. Maar wat kun je hier dan mee met vruchten en met fruit? Dat ga ik je laten zien. Eerst even in elkaar zetten. Het wiel, perswiel, kan daar heel mooi in. In tegenstelling tot andere juicers plaats je nu eerst dit gedeelte op de machine. En zoals in het begin gezegd, met het groentegedeelte, fruitgedeelte, ook weer eerst vergrendelen. En dan pas kan het deksel erop. Dat had te maken met de beveiliging dat je nu niet zomaar, om wat voor reden ook, dit gedeelte eraf kan stoten. Domweg een beveiliging. Het eraf halen is dus weer eerst draaien, draaien en dan pas kan die met je mee. Een beveiliging. Allemaal leuk verteld en allemaal leuk en aardig, maar wat kun je er nu mee? Nou, dit bijvoorbeeld. Hij heeft maar één uitgang. En die ene uitgang zorgt ervoor dat binnen hier, in dit vat, alles vermengd wordt. Maar niet alleen vermengd, maar ook nog even wat gehakt op elkaar. En dan komt het in een prachtige massa eruit. Dit zijn kikkererwten. Wat kun je met kikkererwten? Hummus. Dit is de basis van hummus. Dus wat kan er nog meer in hummus? Een beetje knoflook, tahin, limoen. Alleen hummus kan je maken? Nee. Stel dat je bevroren vruchten hebt en je hebt er melk of yoghurt bij. Frozen yoghurt. Babyvoeding. Dus datgene wat jouw kleintje eet, maar niet in zulke stukken als wat jij eet, kan het hierin. Dan heb je daar babyvoeding. Mogelijkheden zijn eindeloos. En dit zijn er maar drie die ik nu noem. Machine aan. Dan komt daar een prachtige massa uit die op dit moment mijn basis is van hummus. Nu nog een beetje droog. Ja, klopt. Mist de tahin, mist de knoflook, maar dit is wel het idee. Wat dacht je van zoete aardappel die gekookt is, waar je een mooi puree van wil maken? Kan hier allemaal in gebeuren. De Slow Star SW2020 van TriBest. Complete machine, mooie veiligheid erop, ziet er best kek uit. Extra maalhuis voor zoete aardappelpuree, hummus, kindervoeding. Complete machine. Ik hoop dat jullie het interessant vonden, deze video. Mocht het inderdaad zo zijn, klik dan op de dikke duim omhoog van deze video. En wil je meer weten van Slow Juice, wil je meer weten wat voor filmpjes we allemaal gaan maken. Want wat gaan we namelijk doen? We gaan recepten doen, we gaan nog wat machines met elkaar vergelijken. Klik dan op abonneren en dan ben je volledig op de hoogte. En dan blijf je ook op de hoogte van dat wat we doen bij Slow Juice. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.